Durf ik dit aan? Ik ga het wel proberen. Oh, ik ben sneller. Ik ben sowieso sneller. Lekker, man. Lekker. Het arena is down. Ja, jongen. Lekker. BD, je mag nu echt gewoon weg. Gewoon weg. Wegwezen. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Nuzlocke video. Welkom bij mijn epische teampie. En vandaag gaan we starten met Rillaboom. Doe een duimpje omhoog voor Rillaboom en voor mijn team en voor heel deze serie. En laat even een reactie achter. Wat voor reactie moet je achterlaten? Laat een reactie achter met wat je nou de allervetste video vond op dit kanaal tot nu toe. En dan gaan wij beginnen. En ik begin dus met Rillaboom, omdat ik tegen deze Nessa moet battelen. Hallo Nessa. Nessa zegt, ja, je bent niet de kampioen. En dat ga je ook nooit worden. Omdat ik, Nessa, jou en Leon ga verslaan. Nou Nessa, geloof je er zelf in? Zou mooi zijn als je daarin gelooft. Daar is gymleader Nessa. En die begint met Go Lisso potje. Oké. Die heeft bug-type moves. Dat is niet super chill. Weet niet of ik nu al gelijk echt heel erg bang moet zijn, maar misschien wel. Ik begin in ieder geval met drum beating. Dan hoop ik dat ik sneller ben. Nee, hij begint met first impression, wat super effective is. Ja, lekker dit. Oké, dan ga ik nu door naar drum beating. Let's go. Dat is dan niet super effective. En we hebben ook niet de helft van zijn HP down. Ik ga eerlijk zeggen, dit is niet het begin waar ik op gehoopt had, jongens. Let's go, Berserker. Hij gaat nu voor liquidation. Had dat dan net gedaan, even op mijn Rillaboom. Ben benieuwd of ik hem kan verslaan met Iron Head. Let's go. Oh, nee, dit gaat helemaal niet goed, joh, tegen die Golisso-pot. Oké. Nessa stuurt er nu een Barrascuda uit. Die vertrouw ik voor geen meter, hè. Die is echt veel te snel. Ik denk, ik geloof dat Barrascuda mij kan gaan nakken. Barrascuda gebruikt Drill Run, zie je? Dat is een ground-type move. Oh, snap. En die is ook gewoon super effective. Oh ja, natuurlijk. Maar kijk even hoe sterk Slowbro is. Lekker Slowbro. Oh, snap. Oké. Barrascuda is een gevaar, jongens. Niet normaal. Barrascuda is echt een gevaar. Let's go. Shell, sidearm. Oh, nice. Barrascuda is down. Want zijn defense is blijkbaar niet zo heel goed. Oké. Slowbro is een goede verdedigende Pokémon om klappen te incasseren. En dat is precies de reden waarom ik net niet Heliolis eruit gooide. Want ik dacht van ja, als die een super effective move krijgt, ja, dan is het gewoon gelijk klaar. Met wie krijgen we nu te maken? Nu krijgen we te maken met Golisopod. Dan switch ik nu wel naar Heliolis. Alright, Heliolis. Let's go. Jij kan met deze Golisopod afrekenen. Oh man, first impression weer. Kijk dan. Hou eens op. Waarom zijn jouw Pokémon zo sterk, jongens? Ze doen echt veel te veel damage op mijn Pokémon. Dit is echt niet chill. Bijna al mijn Pokémon zijn nu al best wel... die hebben al best wat klappies gekregen. Nessa, je bent vervelend. Je bent heel vervelend. Oké, Seeking. Sowieso ben ik sneller dan Seeking. Ja, mijn Heliolisk moet sneller zijn dan Seeking. Dat kan niet anders. Dan kan ik nu wat HP namelijk terugpakken. Met Heliolisk. Met Parabolic Charge. Oh, hij overleeft het weer gewoon net. Ah, dit is heel naar, jongens. Maar ik ben wel weer vol. Hij doet nu Aqua Ring. Ja, dat is dus niet zo heel chill. Want nu krijgt hij HP erbij. Maar iedereen die hierna komt, krijgt volgens mij ook HP erbij. Ah, ga je nou ook nog voor de Full Restore? Ga je dit echt doen, Nessa? Wil je het echt zo spelen? Oké. Oké, dan gaan we het zo spelen. Jouw Seeking is sowieso kapot. Gewoon nog één Parabolic Charge erbovenop en dan is Seeking sowieso weg. Lekker dit, nice. Oké, van Seeking hadden we niet heel veel te duchten gelukkig. Die Barrascuda was dan nu het vervelendst. Slowbro gaat een level omhoog naar level 55. En nu, Pelipper. Oh, Pelipper, dat moet ik ook gewoon blijven doen met deze Heliolisk. En Heliolisk, die laat het natuurlijk even regenen. Come on, Parabolic Charge. Ja, dat is vier keer super effective. Vier keer super effective. Dus Pelipper is gewoon in één keer down. Deze was ook niet moeilijk. Maar nu, de laatste. Glalie ondertussen naar level 53. Die kunnen we straks goed gebruiken tegen Ryan. Een Dreadnought. Ik moet hiervoor wel wisselen naar Rillaboom. En dan is het gewoon te hopen dat haar Dreadnought niet in één keer een super effective move kent. Ah, Dreadnought, let's go. Ik ben sowieso sneller, toch? Ik ga voor die one-hit KO. Ik ben vier keer super effective, hè? Ja, ik ben sneller. Oké, dit is klaar. Dit is klaar. Vier keer super effective tegen Dreadnought. Dit is gewoon afgelopen. Oké, jongens, daar gaan we weer. Max Overgrowth. Moet hem slopen. En sloopt hem. Hoppakee. Nessa is weg. Ah, zonder Pokémon te verliezen. Maar die Barrascuda, die was wel lastig hoor. Ik durfde niet met mijn Heliolisk erin tegen die Barrascuda. Want die Barrascuda heeft zo'n hoge attack. En mijn Heliolisk, die heeft best wel... Ja, zijn defense is niet het allerbeste. Dus vandaar dat ik Slowbro er even uit knalde. Slowbro is de klappenvanger, jongens. Als er klappen geïncasseerd moeten worden, dan moet Slowbro dat doen. Oké, sorry Nessa.
Maar jij wordt niet de nieuwe kampioen. Jij en je Pokémon zijn gewoon te veel. Zelfs toen ik ging Dynamaxen lukte het niet. Maar iedereen in Galar let nu op jou. En zoals je ziet, moeten we nu weer tegen B. Zonder Grimmsnarl. Maar goed, we hebben nu Slowbro. Dus ik ga volledig voor Slowbro, jongens. Berserker zal je niet zien in deze battle. Die gaan we niet gebruiken. En ook Glalie zal je niet zien in deze battle. Want ja, die is ook in één keer dood. Als die één fighting move op zijn bakkes krijgt, dan is het klaar met Glalie. En hier is B. En ik ben altijd een beetje bang voor B. Altijd, gewoon. Ik heb slechte herinneringen aan B. Het is toch echt jammer dat we niet tegen Kaboe moeten in dit toernooi. Want anders hadden we Kaboe even kapot gemaakt. Maar oké, nu moeten we B kapot maken. En B begint met Hawlucha. Dan had ik eigenlijk moeten beginnen met Heliolisk. Het enige nadeel is dat Slowbro niet sterk is. Dus Slowbro gaat sowieso klappen krijgen. Oh, kijk. En nu mag ik wel eerder door zijn Quick Draw Ability. Dus dat is lekker. Hoppakee, Psychic er bovenop. En hoppakee, Hawlucha is weg. Oké, als we elke keer die ability hebben, die quick draw ability, die er dus voor zorgt dat je soms sneller bent, dan gaat dit wel lukken. Dan nu, Surfetched. Oké, lekker slow bro, hou dit vol. Surfetched gaat voor Brutal Swing, die wel super effective is. Ja, ik heb natuurlijk wel die Rocky Helmet. Brutal Swing is zeker een Dark-type move, jongens. Want Dark-type moves zijn natuurlijk super effective tegen Psychic. Maar ik had het niet verwacht hoor, maar we hebben Surfetched gewoon in één keer down. Lekker bezig slow bro. Ik heb zo'n gevoel dat ik nu een klap ga incasseren. Dus ik ga even voor Slack Off. Ik ga even mezelf healen. Oh, ben ik sneller dan Grablocked? Oké, ik ben sneller dan Grablocked. Goed om te weten. Nou, ik ben nu ook in ieder geval weer full HP. Grablocked doet Octolock. En dat is dat ik niet meer kan escapen van Grablocked. En dat mijn defense en mijn special defense naar beneden is. Ja, dat is wel een beetje jammer. Misschien had ik hem dan toch maar gewoon in één keer moeten proberen te slopen. Oh my gosh, die psychic move is sterk. Holy crap! Ik maak ze gewoon allemaal in één keer kapot, jongen. Dit gaat te goed, jongens. Dit gaat te goed. Ik geloof nooit dat dit goed kan blijven gaan. Full HP. B heeft nog maar 2 Pokémon. En ik ben weer sneller. Ik ben weer sneller. Ik ben sneller dan Phalanx. Als we deze dan ook in één keer slopen, dan word ik helemaal gek. Oh my... What? Jongens, gooi die duimpjes omhoog voor Slowbro, jongens. Slowbro mag niet meer uit het team. Bij deze, Heliolisk gaat naar level 56 ondertussen. Maar man, wat is die Slowbro allemaal aan het doen? Nou, zullen we Slowbro dan ook maar gewoon gaan Dynamaxen zo? Ik ben hier wel bang voor, hoor. Ik ben wel bang voor een Gigantamax matchup. Het is te hopen dat ik weer die Quick Draw Ability krijg. Ik denk het niet, want die hebben de vorige beurt gehad. Nee. Nu gaan we sowieso een behoorlijke klap incasseren. Want B mag eerst Dynamaxen. Dus B is eerst aan de beurt met een matchup. Kom op, Slowbro. Jullie weten wat het betekent als Slowbro down gaat, hè? Oké, ik heb 283 HP. Dat is wel echt veel. Mijn champ gaat voor Max Strike. Ik moet dit kunnen overleven. Dit moet niet zo'n probleem zijn. Kijk, oké. En ik kan eventueel nog een klap overleven. Althans... Mijn speed is naar beneden. Oké. Ik ga voor Max Mindstorm. Kijken wat dat doet. Bij matchje. Meer dan de helft van zijn HP is weg. Lekker. Heel goed. Dit moet goed gaan komen, jongens. Er is 100 HP afgegaan van de vorige klap van B op mijn Slowbro. Ik weet niet of die weer voor dezelfde move gaat. Nee, hij gaat voor G-Max Cheese Strike. Dat is een andere move. Oh. Dit doet helemaal niks. Dit doet helemaal niks. Hij boost zichzelf wel, maar het zal te laat zijn. Want Max Mindstorm. Jeetje, Slowbro is keihard. De MVP. De man of the match. De beste Pokémon in deze aflevering. Slowbro maakt gewoon alle fighting Pokémon helemaal kapot. Hij gaat een level omhoog. Net als Berserker. Oh, en dan hebben we B ook gewoon al verslagen. B was gewoon makkelijker dan Nessa op deze manier. Wat? Wat een teampie, jongens. Wat een teampie hebben wij. En B zegt, jouw kracht zorgt ervoor dat ik eigenlijk gewoon mezelf om wil draaien en weg wil rennen. Ik ben zo blij dat we Slope ook hebben geëvalueerd naar Slowbro. B zegt, dankjewel voor deze match. Ik heb ervan genoten om jou en je team te mogen battelen. Ik ben een beetje in de war dat ik heb verloren, maar hey, van jou verliezen vind ik niet erg. En ja, B is ook wel tof. B is echt tof. En in de volgende battle moeten we tegen Ryan. En ja, daar ben ik wel een beetje bang voor. Anyways, dat was de aflevering van vandaag. De battle tegen Nessa was redelijk spannend door die Barracuda. Maar die battle tegen B ging echt makkelijk. Doe nogmaals een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Morgen gaan we tegen Ryan. Ik heb er zin in. Let's go. Let's do this. Mazzel!